Het is weer zover. Het is weer die tijd van het jaar dat de nieuwe FIFA uitkomt. Natuurlijk een beetje de omstreden jaarlijkse release van EA. Als het dat nog niet was, is het dat nu wel met de complete lootbox gate. Maar laten we die even opzij zetten en gewoon kijken. Wat is FIFA 19 ten opzichte van al die andere FIFA's? Amador, ik heb de review gedaan. Vertel mij, wat is er nieuw? Nou ja, er staat nu 19 achter. Dat mooi, ja. Plus 1. Ja, dus dat is al wat. Nee, zonder gein. Ik vind dat EA dit jaar met FIFA 19 eindelijk wat merkbare veranderingen heeft gedaan. Ja? En vooral in de gameplay merk je dat heel erg. Er zijn een is paar dat dingen. Niet wat er elk jaar wordt gezegd? Ik ben een beetje een buitenstaander met FIFA. Ja, ik weet het. Maar... Nou ja, kijk. Inderdaad, er wordt altijd met leuke termen gestrooid. En we hebben dit veranderd. Een bal aan naam. Weet ik veel. Maar in de game merk je dat nooit zo erg. Althans, misschien ben ik dan ook nog net iets te noob ervoor. Maar ik merk die veranderingen niet zo. Maar nu hebben ze een paar dingen toegevoegd waar ik dus wel gewoon merk dat het spel compleet anders is. Volleybals. Hoe? Volleybal? Ja. Weet ik veel. Wat is er... Sorry, ik heb niks met voetbal. Wat is er nieuw? Wat zijn echt van die concrete dingen dat jij echt zoiets hebt van oké, maar nu is het echt anders? De gameplay voelt voor mij iets chaotischer op een goede manier, omdat bijvoorbeeld de challenges, de 50-50 challenges noem ik ze altijd. Dus je hebt een kopduel, er komt een hoge bal en twee mensen gaan voor die bal. En bij de oudere games was het altijd eentje won, eentje verloor. Of eentje hield zich dan automatisch al in en de bal ging automatisch naar de goede partij. Ja. Maar nu gaan ze allebei volle bak en heb je ook gewoon kans dat er niemand wint of iemand wint en de bal komt alsnog bij de verkeerde partij terecht. Okay, gewoon okay. Omdat de bal wat willekeuriger reageert. Je kan de bal ook schampen waardoor die doorschiet. Hij kan er ook tussenin blijven hangen bijvoorbeeld. Beetje onvoorspelbaar. Het is wat onvoorspelbaar, maar dat maakt het wel leuk, want je moet beter gaan anticiperen van hoe die bal gaat vallen. Dus er is dus nooit een poppetje die hem automatisch gaat krijgen. Nee, je moet gewoon de speler daadwerkelijk erheen sturen. Of ja, die bal is raar gevallen. Ga er maar heen. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn een beetje de ingrepen die de gameplay dan naar mijn idee rigoureus anders maken. Omdat je dat gewoon niet kan voorspellen. Ja, precies. Inderdaad. Maar vooral bij de hoge ballen. Uiteindelijk is het spelletje zelf nog steeds vrij hetzelfde. Gewoon ze moedigen nog steeds een beetje het veldspel aan. Dus snel tikken. De snelheid is ietsje lager dan 2018. Vind ik prettig. Dat maakt het voor mijn gevoel ook wat realistischer. Want niet iedereen die kan als Real Madrid counter als een gek en dan binnen 5 seconden aan de andere kant staan. Een beetje de speedrun van FIFA. Ja, precies. Een andere gameplay element die ze hebben veranderd zijn de aannames. En dat is ook wel heel leuk, want je kan ook daadwerkelijk met een balcontact kan je echt je aanname compleet vernachelen, waardoor er een tegenstander meteen de bal kan afpakken. Okay, okay. Maar je kan hem ook gewoon in één klap stilleggen en dat gaat gewoon vooral met je rechterpookje. Uh-huh. Dat je hem met een goede voetbeweging meteen stillegt. Maar als je dat dus helemaal verneukt, dan schiet de bal van je weg en dan heb je grote kans dat de tegenstander afpakt. En dat zorgt ook ervoor dat het ook weer een beetje onvoorspelbaar wordt, omdat die bal dus weer een compleet andere kant op gaat. Ik heb het idee dat in die zin de gameplay gewoon ook wat dieper is geworden. Voor mijn gevoel wel en ook wat realistischer, want ook bij de echte wedstrijden gaat geen enkele kopduel wordt gewoon automatisch gewonnen. Af en toe heb je een of andere rare situatie dat ze tegen elkaar aanklappen en de bal doorschieten en zo. Ja, af en toe heb je gewoon medische ondersteuning nodig of na dat zo'n inderdaad. Duel. En het laatste qua gameplay wat echt veranderd is, is het volleren van een bal. Dus als je een hoge voorzet krijgt, kan je nog steeds kiezen om één keer de schotknop in te drukken om te schieten. En dat was bij de oudere games ook zo, maar dat voelde meer als een loterij. Je kon niet echt inschatten van joh, nu ga ik hem supergoed raken en ik schiet hem stijf in de kruising. Maar gebeurde dat één keer in de 20 voorzetten en 19 keer schot je hem het stadion uit. En nu kan je met een tweede druk op de knop kan je de timing bepalen. Oh, okay, ja. En als je de timing goed hebt, dan heb je een grotere kans dat je de bal goed raakt en heel hard schiet. Dan als je de timing helemaal slecht hebt, dan schiet je hem stadion uit. Of je mist de bal gewoon, dat kan ook gewoon gebeuren dat je hem schampt. Waardoor het voor de wat meer pro-players wel heel leuk is om hier heel goed op te gaan oefenen. Want het is echt een lastige mechanic. Ik denk niet dat de beginners het heel leuk gaan vinden. Je kan het ook uitzetten trouwens, ben ik ook achtergekomen. Okay. Maar het is wel leuk om ermee te spelen. Want je kan op een wat meer voorspelbare manier kan je wel wereldgoals maken. Dat is ja, leuk. Okay. Maar is dit dan in die zin misschien een wat meer e-sports ready FIFA? Is dit er eentje die competitief misschien echt beter uit de verf komt dan een FIFA 18? Wat natuurlijk een best wel grote e-sport game is. Ja, nou ja, uiteindelijk blijft het nog steeds gewoon 11 tegen 11. En hetzelfde spelletje. Het is alleen, de feel is wat anders. Maar ik denk dat FIFA altijd wel voor e-sports in aanmerking komt. Alleen nu is de onvoorspelbaarheid wat hoger. En dat maakt het
wat leuker. Misschien interessanter. Okay. Even een aantal soort van nieuwe grote USP's die FIFA erin gooit. Unique selling points. Ze hebben nu de Champions League overgenomen. Ja. Hoe is dat? Want dat is natuurlijk best wel, in ieder geval voor ons in Europa, is dat echt een van de grootste dingen natuurlijk. Ik ben ook als voetballiefhebber heel erg blij dat de Champions League erin zit. Ja, echt. Of is dat niet meer? Ja, zeker wel. Okay, okay. Zodra je de game opstart, het eerste wat je ziet als kennismakingswedstrijd, is ook volgens mij Juventus tegen Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Met al die entourage eromheen en sfeeracties van het publiek. De bumpertjes, weet je wel, dat Champions League logo wat langs vliegt. Ja, precies. En bij dat voorstellen van de spelers, dat op de middenstip die vlag staat, dat iedereen staat te wapperen. Ja. En die tune eronder. En ook andere commentatoren die volgens mij ook in Engeland zelf daadwerkelijk echt de commentaar verzorgen. Oh, leuk. Waaronder een oud-speler van Engeland en Arsenal, Lee Dixon. Nou. Zou wel een bejaarde zijn, want ik ken hem niet. En weet je, de entourage, het voelt daadwerkelijk echt alsof je een Champions League wedstrijd aan het spelen bent. Dat is volgens mij wat ze moeten bereiken. En dat is heel erg vet. Het verandert niks aan de gameplay, want het is nog steeds gewoon dezelfde gameplay als buiten de Champions League. Maar nu met een licentie. Maar nu met hele dope licenties erin, inderdaad. En het is wel, het is zonde voor natuurlijk de concurrent van Konami dat ze hem kwijt zijn geraakt. Maar voor de FIFA-spelers is het alleen maar meer goedheid in ieder geval. Heb je het idee dat FIFA hem ook beter aanpakt dan PES het gedaan zou hebben? Nou, zoals je ook al lees in de review van Leon uit mijn hoofd, de PES heeft altijd gameplay in het hoogste vaandel staan en FIFA is meer van de sfeer. En dat is ook eigenlijk de selling point en de afweging die de meeste voetballiefhebbers maken. Geef jij niks om die licenties en maakt het niet zoveel uit of je met FC Bal op het dak speelt, dan is PES gameplay-wise meestal al de bovenliggende partij. Maar wil jij echt een volledige beleving hebben met als je met Liverpool speelt en je hoort ze You Never Walk Alone zingen tijdens de aftrap, dat is zo fantastisch. Ja, oké. Okay, dat soort dingen, als je dat niet wil missen, dan moet je eigenlijk nu helemaal FIFA halen, omdat de Champions League erbij zit. FIFA is een showpaard. Ja. PES is het werkpaard. Klopt. Al vind ik dat de gameplay van FIFA 19 wel goede stappen maakt. Oké. Okay. Even heel snel, The Journey is natuurlijk weer teruggekomen. Dat is ook weer echt zo'n typische FIFA-ding. Echt een singleplayer, verzorgd en wel. Hoe is het? Spelen we nog steeds met Hunter? Ja, dit is het derde deel van het verhaal. Hunter zit erin, maar je kan er ook spelen met zijn zus en met zijn beste vriend, waaraan ik de naam vergeten ben, Danny Williams. Dit lijkt bijna een soort van sitcom ding te gaan worden. Ja, maar ze hebben drie verschillende verhaallijnen en ook de manier hoe je reageert bij interviews of hoe je een wedstrijd speelt. Het zorgt er ook voor dat de reacties en de handelingen anders zijn in een cutscene. Dus wat je doet, heeft ook echt invloed op later. En ook wat je hebt gedaan in FIFA 17 en 18, als je de save games allemaal netjes nog op je PlayStation hebt staan. Onthoud ook hoe jij de vorige delen hebt gespeeld. Oké, dat is wel leuk. Dus krijg je leuke referenties naar wat je toen ooit hebt gedaan. Dus op een gegeven moment, het begin van de Journey, als klein voorbeeld, was ik Alex Hunter. En ik weet nog dat ik in de eerdere delen een beetje de fiery, een beetje snappy kozen was. En toen werd er een of andere vervelende grap gemaakt waarop hij er eens heel serieus op inging, heel boos op inging. Oké. Dat hij een beetje een dat is iets van, dat ben ik. Ja, en dan dacht ik van, fuck, dat is waar. Oké. Dus dat is wel leuk. Verschillende verhaallijnen. Het verhaal is nooit echt heel erg goed, maar het is wel heel leuk. Het is vermakelijk. Het is voor een paar uurtjes, lijkt me dat een prima om even doorheen te lopen. Ja. Dat is de singleplayer. Als we het hebben over FIFA als een beetje multiplayer party game, wat het natuurlijk ook in zekere zin is. Ja. Hoe zit het daarmee? Want ik hoorde van Peter dat er een aantal nieuwe modi zijn, vooral echt specifiek ook gericht op die couch multiplayer. Ja, en die vind ik oprecht echt heel vet. Je hebt bij kick-off heb je nou gewoon de mogelijkheid om alsnog gewoon een normale wedstrijd te spelen. Maar er zijn ook verschillende variaties erop, wat het heel leuk maakt. Je hebt bijvoorbeeld Battle Royale. Ja, het is denk ik ook echt een knipoog ernaar, want het is de survival mode. 100 spelers, en één bal, die steeds kleiner wordt. Dat helaas niet. Nee, je begint 11 tegen 11 en zodra je een goal maakt, raak je een speler kwijt. Waardoor de anderen dus automatisch, je raakt je eigen speler kwijt. Maar dat survival. Is in principe wel. En het gaat erom je als eerste 3 of 4 goals maakt. Ik weet even niet meer precies wanneer. Hoeveel dan in ieder geval. Dat kun je waarschijnlijk ook wel instellen. Dat kun je waarschijnlijk ook instellen. Maar dat maakt het leuk voor de mensen die wat minder goed zijn in FIFA. Dat ze toch nog een beetje een kans maken op iemand. Als je een hele goede speler hebt, maar hij mist 2 veldspelers, dan is het toch een keer leuk om een goal te maken. Het is wel beschamend om deze modus op te starten na een aantal normale potjes. Dus je hebt van, dit is eigenlijk voor jou heel leuk, maar voor mij niet. Kunnen we dan die andere modus aan, weet je wel, zodat ik ook plezier heb. Maar er zijn ook een paar andere dingetjes. Je hebt, ik weet echt niet hoe het heet, maar het is een beetje vergelijkbaar met basketbal. Maak je een goal,
In de 16 krijg je 1 punt, maak je een goal buiten de 16 krijg je 2 punten. Oh ja, ja, ja. En dan kun je 3 punten en dergelijke. Exact. Dan heb je ook nog een modus dat je alleen met volleys en met kopballen kan scoren. Wat echt super moeilijk is. Dus, dit zijn leuke variaties en voor soort van party. Het allerleukste is dat je kan spelen zonder scheidsrechter. En dat is echt hilarisch. Dat is gewoon chaos. Dat is echt hilarisch. Dat iedereen is Battle Royale. Ja. Dan gaan ze gewoon op de vuist. Ja, iedereen door tweeën zagen en geweldig. Dat is echt leuk. Dit klinkt als de modus die ik als niet-FIFA-liefhebber heel graag toch nog zou willen spelen, ja, op zo'n feestje. Ja, maar echt, oprecht. Dat is echt zo'n party-ding. En het is gewoon een leuke extra toevoeging. En het is toch extra content wat FIFA toch... wat completer maakt, want dat is het op zich al wel. Dan heb je natuurlijk nog FUT. We hebben natuurlijk in de intro zei ik al van laten we even de lootbox gate opzij zetten. Maar het is natuurlijk wel zo dat FIFA Ultimate Team is natuurlijk een lootbox microtransactiefestijn. Hoe tackelen ze dat nou in FIFA 19? En gaat de Nederlandse en Belgische kansspelautoriteit hier problemen mee hebben? Het enige wat ik aan lootboxen het verschil heb gezien is dat ze nou kansen hebben neergezet. Je hebt zoveel kans op een speler van dat, die... Ja, dat was aangekondigd inderdaad. Ja, want we gaan de kansen transparantie... Dat is eigenlijk het enige wat eraan veranderd is qua lootboxen. Het is dan wel leuk om FUT te spelen tegen mensen van jouw niveau. Want ik, online heb ik het een paar keer gedaan. Bij de oude FIFA zijn we compleet afgemaakt. Het is echt om te janken. En nu is het wat gelijk getrokken. En dan maakt het voor de recente instappers leuk om FUT uit te proberen. Wat voor EA natuurlijk heel voordelig is dat er dan weer... Making them money. Exact. Kopen maar laten we pakketjes. Die theorie een beetje schrappen. Maar over het algemeen vind ik dat FIFA... goede veranderingen gedaan. Ik krijg van jou heel erg het idee dat die game toegankelijker is geworden. Ja. Maar voor alle spelers. Dat het leuker is voor de mensen die het echt op competitief hoog niveau spelen. Maar dat er ook gewoon meer instappers gewoon terecht kunnen zonder meteen overweldigd te worden. Dat vind ik ook. En inderdaad de leuke extra's met Journey, modi. Die kick-off modi's inderdaad zonder scheidsrechten en dat soort dingen. Dat zijn hele leuke extra's. De Champions League erbij. Maar wat ik al zei, over het algemeen, FIFA 19 die doet heel veel dingen extra en heel veel dingen ook wel weer goed. Maar er zijn nog steeds een paar van die dingetjes dat ik denk van... keepers die af en toe onder een bal heen springen. En ik denk, die moet je gewoon hebben. De keepers zijn altijd donker of zo. Ik weet niet. De keepers bij FIFA die hebben heel vaak een brain fart. En dan zo'n belachelijke goal die je tegenkrijgt. Af en toe zit het er nog in. En dan denk ik van, god, dat had er toch eindelijk wel een keer uitgemoeten. Kan misschien met een patch nog. Maar als ik jou zo hoor, heb ik het idee dat dat niet gebeurde met FIFA 18. Dus nee, bij FIFA 18 had je precies hetzelfde probleem. Ze hebben wel trouwens de camerastandpunt vanuit de keeper veranderd. Waardoor het makkelijker is om iemand aan te spelen vanaf de uittrap. Dus dat is dan wel weer heel chill. En nog steeds vind ik de gameplay nog niet zo diep als PES. Ze hebben wel wat dingen veranderd nog bij FIFA. Je kan al wat tactischere instellingen doen. Hoe je verdediging reageert op een counter en dat soort dingen. Dat is ook heel tof gedaan. Maar toch, de meeste teams spelen hetzelfde spelletje. Terwijl ik bij een PES altijd vind dat een team als Chelsea bijvoorbeeld, dat heel verdedigend speelt, dat daadwerkelijk ook heel verdedigend speelt bij PES. En bij FIFA is dat verschil toch minder groot. En is het toch al snel dat alles kan tiki-taka en iedereen kan dat. Dat verschil is ietsje groter geworden nu tussen een team als Chelsea en een team als, Arsenal doet dat helemaal niet, Barcelona, kut team. Maar het is nog steeds niet zo verfijnd als een PES. Dus... Oké, er zijn wel grote stappen gemaakt en de game is dus overduidelijk wel iets meer ook instapvriendelijk geworden. Ja. Oké, dat was het. Dit was de video review van FIFA 19. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je wijzer bent geworden en nu weet van... Oh, ik wil een spel kopen. Oh, ik ben het compleet met deze gast eens. Of typ je haatcomment maar. Kijk natuurlijk naar de geschreven review die Amador heeft geschreven. Dat is veel gedetailleerder. En dan kun je gewoon nalezen wat dit is al lang. Ja, dit is, maar dat is nog langer. Echt? Ja, ligt ook aan hoe snel je leest. Ja. Hoe dan ook, gamersnet.nl voor niet alleen FIFA, PES, andere games, maar natuurlijk ook gewoon previews, reviews, gekke content, leuke trailers. We doen een heleboel gekke dingen. Amador, bedankt voor de review. Ja, Tom, jij ook bedankt. Bedankt kijken dat je er was tot het bittere eind. You'll never walk alone als je bij gamersnet zit. En tot snel op de website.